hoe is dat idee ontstaan om hier een fotowedstrijd te halen? Marcus die kwam naar me toe van de kunst en de cultuur en die vroeg van zullen we wat leuks gaan doen met z'n tweeën? Nou, we hadden natuurlijk Sterren op het Doek voor de schilders van het kunstcollectief. En ik kreeg daar eigenlijk de vraag van, we hebben meer disciplines, is er ook iets te organiseren voor andere disciplines? Die vraag kwam van iemand die met foto's doet, bewerken. Nou ja, Schilder op het Doek, dus naar aanleiding van het tv-programma, dus ik zat te denken, hey, het perfecte plaatje, ook tv-programma, 1-1 is 2. En toen liep ik naar Edwin van Foto Loman. Ik legde mijn ideeën voor en ja, was een match. Hij was razend enthousiast. Hij zegt, gaan we doen. We knallen de etalage vol, ik druk ze af. En, ja, hij was bijna nog enthousiaster dan ik. Ik denk dat er wel 400 man gestemd hebben. Okay. Ongelooflijk. 400 man gestemd in drie weken tijd. Drie weken tijd, ja. Dat is best veel. Ja, is ook veel. Ja, is, klopt. Hoeveel inzendingen zijn er geweest? Nou, we hadden de eerste keer gezegd, we gaan niet verder dan 10. En uiteindelijk kregen we 9 inzendingen binnen. Dan, jij hebt vandaag een prijs gewonnen. Ja. Met de beste foto. Die zijn ingezonden. Hoe ben je op het idee gekomen? Want je maakte de Melkwegbrug nog bekender als dat die was. Nou, dat is super leuk om te horen. Ik had een nieuw drone gekocht. En die wilde ik eigenlijk uittesten. En ik vond het heel verrassend om te zien. Als je zelf door de stad loopt, zou je andere plaatjes maken, denk ik. Ja. En dan, nu heb je echt het oog van de fotograaf. En ik heb gebruik gemaakt van een soort panorama effect. Mm-hmm. Waarbij ik alle foto's van 360 graden... foto's heb gemaakt en al die foto's heb ik in Photoshop bij elkaar geplakt en tot een panoramafoto verwerkt. En daar de Melkweg bij gefotoshopt en dat heeft dit plaatje gemaakt. Maar goed, jullie hebben toegestaan dat er veel gefotoshopt werd, want er zitten heel veel bewerkte foto's zitten ertussen. Ja. En daar is bewust voor gekozen, omdat je die kunstenaar wil vinden. Ja, wij willen natuurlijk gewoon het kunstcollectief staat voor het kunstzinnig en het gemaakt. Niet met je iPhone door het echt lopen in een plaatje schieten. Nee, oké. Okay. Je moet er wat van maken. Ja, precies. En dat mag dus ook bewerkt worden. En als het dan kunstzinniger wordt, voor mij bedoel je 36 lagen Photoshop eroverheen. Ik vind het heel leuk om het perspectief vast te leggen wat je niet met het oog kan zien. Okay. Dus vaak heb je dan denk je van een locatie, oh, het is zo mooi. Nee. Maar eigenlijk wil je alles tegelijk in één foto hebben. Ja. Dus volgend jaar moeten we het nog groter aanpakken. Ja. Wat is nou belangrijk voor een goede fotograaf? Creatief zijn. Eigenwijs. Toch? Gewoon doen. Ja. Dat eigenlijk, denk ik. En laat je niet zeggen, wat als iemand anders commentaar heeft, gewoon blijf bij je eigen visie.